Oké, de hele kast is leeg. Dat is niet waar. Ik ga hem laten zien. Ik ben helemaal blij mee. Ja, leuk hè? Jullie kijken, dus jullie input is heel erg welkom daarin. Dus laat het maar gewoon even weten. Helemaal leuk. Goedemorgen, het is woensdag. Ik heb Sarah net op school gebracht. En toen dacht ik me, ik wil al zo lang alles reorganiseren in huis. En toen kwam ik thuis en dan weet je zo niet waar je wil beginnen. Dat je eigenlijk vastloopt. En toen dacht ik, want dat helpt vaker, ik ga een serie op tv kijken over opruimen. Want op de een of andere manier motiveert me dat altijd. Zelfs als ik help mijn man eens klussen ga kijken, dan denk ik, oh, dit kan ik wel even zelf of dat. Het motiveert om mooi te maken. En Marie Kondo heb ik gezien. En voor de kledingkast opruimen vind ik dat echt een heel fijn systeem. Maar voor andere zones vind ik het vaak, ja, past het gewoon niet hier. Dus ik ben nu Get Organized gaan kijken. En ik moet zeggen dat dit wel echt een dingetje voor mij is. Want ze maken echt zones voor dingen. En ja, ik hou wel van zones. Inderdaad, gewoon het sorteren en het bij elkaar maken. Dus dat je bijvoorbeeld echt een bepaalde kast open doet of een bepaald vak hebt waar alles in die categorie ligt. En dat wilde ik al, want ik wilde in de meterkast wilde ik echt een volledige schoonmaakkast. Maar daar ligt nu een gedeelte de schoonmaakmiddelen, maar ook boodschappentassen. Nog een bak met sjaals en mutsen. Ja, en nog allemaal andere dingen. Maar ja, dat is eigenlijk natuurlijk heel rommelig. Want in de keuken liggen ook bepaalde schoonmaakdingen. En in de andere kast liggen ook bepaalde schoonmaakdingen. Dus ik wil dat wel echt gaan doen. Dus ik ga mijn thee opdrinken. Ik ga die aflevering kijken. En hopelijk heb ik dan, zeg maar, genoeg ruimte in mijn hoofd. En het geordend in mijn hoofd dat ik ook echt eraan kan beginnen. En ook echt kan gaan doen wat ik al zo lang wilde. Want ik heb natuurlijk wel heel vaak kasten opgeruimd. Maar ik wil het echt wel in zones gaan maken. Dat je echt, als je dit opent, is het echt voor dit. En als je dat opent, is het echt voor dat. Dan kan je ook je spullen gewoon beter vinden. Je hebt overzicht hoeveel je hebt. Of waar je nog wat kan gebruiken. Dus ik denk dat dat echt wel een heel erg goed plan is. Dus ja, dat is de planning voor vandaag. Oké, de rommelkast nu. Even snel, want dat zou ik normaal dus niet zo laten zien. Maar het is dus één grote zooi. Dus ik ga beginnen met hem leeghalen. Oké, de hele kast is leeg. Dat is niet waar. Ik heb de stofzuiger en de dweil al onder in de kast gezet. En ik heb hier echt een hele zooi aan schoonmaakmiddelen en dingen die uit de kast kwamen. Dus ik ga ze sorteren. Per categorie, dus allesreinigers bij allesreinigers, bleek en dat soort dingen bij bleek en zomaar door. En dan ga ik ze weer netjes in de kast zetten en zulke soort dingen die heb ik allemaal hangen. Maar ik heb maar twee schroefjes, dus ik moet even kijken. Maar Marco heeft de accutool bij zich. Dus ik moet of kijken of ik iets heb dat ik het zelf kan ophangen, anders moet ik hem dat vanavond vragen, want ik wil wat meer dingetjes aan de wand. Alleen het probleem is, vanavond zijn we in eerste instantie niet. En ik moet dadelijk ook nog tussendoor weg. Zij heeft een kinderfeestje. En daar zou een andere moeder mee chaufferen. Maar die kan uiteindelijk nu niet. Dus ik ga chaufferen. Dus in plaats dat ik had totdat ik Sarah moest ophalen, moet ik nu tussendoor weg. En dat vind ik verder helemaal niet erg. Alleen dan ben ik toch 3 kwartier tot een uur tussendoor kwijt. Dus ik ga even moeten gaan opschieten als ik dit af wil hebben en nog gewoon al mijn normale dingen wil gaan doen. Helemaal blij. Project
Zoning is klaar. Ik heb echt mijn schoonmaak zonnig gemaakt. Ik ga hem laten zien. Ik ben helemaal blij mee. Nou, jullie hebben de kast net gezien. Kijk of hij een beetje scherp stelt. Lampje aan zie je iets meer. Ja, de kast is natuurlijk verder verschrikkelijk, maar het is een meterkast. Hier hangt een extra schroef bij, die had ik nog. Ik heb alles nu netjes geordend staan. Geen troep ook meer erbovenop. Die hangen daar. Hier heb ik alle doekjes. Dit zijn de vochtige schoonmaakdoekjes op voorraad. Dit is alle Optidee. Die is nu vrij leeg, omdat ik daar van de week heel veel van gebruikt heb. Dus dat zit in de was. Dit zijn alle niet Optidee doeken. En dan heb ik hier stofzuig en dwelsectie. Dit is de dwel, die kan je inschuiven en opvouwen, dus dat is ideaal. Stofzuiger, en dit zijn alle stofzuigeronderdelen en de robotstofzuiger met het doekje. En ja, dit moet natuurlijk in de meterkast zitten, dus dit zit er nou eenmaal. Maar ik ben zo blij hiermee. Alleen heb ik nu eigenlijk zin om dat de muren daar gestukt zijn en geverfd en de plank helemaal mooi. Maar ja, anderzijds denk ik ook, het is een meterkast, laat het los. Want het is een meterkast. Alleen loop ik nu dus tegen een ander probleempje aan. Dit is dus allemaal uit de kast gekomen en dat wil ik er absoluut niet meer in. Dus hier moet ik nu overal een plek voor gaan vinden. Oké, ik heb mijn probleem met alle schoenpoetspullen een soort van opgelost. En dat begon heel goed, maar dat ging niet helemaal zoals ik wilde. Ik wilde dus in deze la in de inloopkast doen. Maar alles viel om en toen viel het uit mijn handen. Dus nu is de la dus zo. Dit is echt alles behalve waar ik van hou. Dus ik doe hem ook snel dicht. En dit wordt gewoon een project voor later. Ik heb vandaag mijn schoonmaakzone gemaakt. En daar ben ik zo blij om. Dat wilde ik echt al zo lang doen. En ja, stom hè, hoe blij ik kan worden van een opgeruimde zone. Maar ik hou er zo van als het zen en geordend is. En ik heb gewoon geen tijd om die zone nu te doen. Maar ik vind het zonnesysteem wel echt helemaal top. Ik was zo druk bezig met organiseren dat ik echt op de klok keek en dacht, oeh, ik moet wel echt nu weg. Dan ben ik echt precies op tijd. Maar als ik later weg ga, dan kom ik gewoon te laat. Dus het was echt mijn spullen bij elkaar graaien en het huis uitrennen. Maar goed, ik ga op tijd komen. En het is zo fijn. Ik ben zo blij met de zonne. En dat is wel grappig. Ik bedacht me dat ik eigenlijk dit al heel veel deed. Maar dat ga ik straks laten zien. Ik ga nu eerst de kinderen ophalen. Dan film ik niet, want er zitten ook kinderen in de auto. Die ik niet zomaar kan filmen. Oh, en dat, daar let ik altijd wel heel goed op. Zo. En dan nog even een klein stukje verder thuis. En toen bedacht ik me, aangezien ik geen tijd heb voor echte zonen, ga ik me aan een klein oorlogsgebied wagen. Deze plank was heel netjes gevouwen. Dat is natuurlijk gewoon Sarah de kledingzone, maar die ga ik wel even herstellen. En dit is ook hoe Sarah de schoenen achterlaat. Dus dat gaan we dan maar even herstellen en weer op orde maken. En ook gelijk even kijken of de schoenen bij zitten die weg kunnen. Want ze heeft met de verjaardag hele leuke nieuwe schoenen gekregen, maar die kunnen nu niet in de kast.
echt, de kast is zoveel beter nu. Er moet nog uitgezocht worden, dat heb ik nu niet gedaan, maar dit is wel een wereld van verschil. En toen ik toch bezig was, dacht ik, laat ik dan ook gelijk deze kast weer netjes, want dit lag er allemaal ingepopt. En nu hebben we gewoon zomaar weer ruimte. Dit is zo leuk. Zeg er tassen, echte handtasjescollectie. Oh ja, en dit is een chaos. Dat zijn de boeken die ze nog moet lezen. Die we elke keer netjes op een stapel maken. En dan pakt Sarah een boek. En dan is dit het resultaat. Zet je de radio aan. En gelijk weer Sarah de lievelingsliedje die ik pas 2000 keer per dag hoor. Maar eigenlijk ben je geneigd gewoon gelijk weer ook zo te gaan doen. Maar goed, even zacht. Ik hoor hem veel te vaak. Ik ga Sarah halen en dan richting mijn moeder nog voor haar verjaardag. Het was natuurlijk zaterdag tegelijk met Sarah jarig. Maar dan is ze zeg maar wel jarig, maar niet jarig. Omdat ze dat niet op Sarah's verjaardag wil doen. Dus dat doen we vandaag. En Marco komt na zijn werk, dus die is wat later. Alleen, ik weet niet hoe laat precies. Dus ja. Oh ja, en opa komt ook. Dus dat is wel gezellig. Even met z'n allen eten. En ik heb ook echt wat trek. We gaan tafel grillen en ik hou van tafel grillen. En ik ben zo benieuwd hoe Sarah het heeft gehad. Het was wel heel leuk, want het groepje wat voor het kinderfeestje was uitgenodigd, dat zijn toevallig ook wel echt allemaal vriendinnetjes van haar. Dus het had net zo goed, zeg maar, dat groepje een feestje van haar kunnen zijn. Dus dat is wel heel leuk. Dat heb je natuurlijk niet op elk feestje. Soms heb je ook gewoon kinderen die je wel kent of niet eens kent of niet mee omgaat. Maar in dit geval kwam het voor haar wel heel mooi bij elkaar. Ja, leuk hè? Laura kwam in huis, want het feestje is afgelopen. Was het leuk feestje? Ja. Ja, heb je het ineens in gehad? Ja. En ik zei, je had echt wel geluk, want het was een feestje met al jouw vriendinnen ook. Dus dat was wel heel gezellig hè? Zo, oh, ze zet nu... uit mijn opa. Ja, leuk hè? Ja. Ja, ze is zo schattig. Ze is nog niet eens 1 jaar. Jawel, ze is pas 1 geworden. Oh ja. Oh ja, was ze nog? Jaar. Toen deden we op het schoolplein. Niet voor de piep, hoera voor de. Moet je er nog een dat wordt met een trouwtje? We zijn weer thuis. Sarah ligt lekker op het bedje, want ik moet morgen natuurlijk gewoon naar school. En ik heb editdienst. Want ik zit weer dat ik 3 vlogs moet editen. Ik weet echt niet wat het is momenteel. Eerst was ik elke keer echt keurig bij en nu niet. Dus ik ga daarin editen en dan ga ik verder met Get Organized. Want ik merk echt wel, als ik dat kijk, dat motiveert me altijd heel erg. Altijd gehad met opruimprogramma's. Zodra ik dat kijk, denk ik, dat wil ik ook. En dan ga ik wat doen. Ik ben nog steeds zo blij met mijn kast. En wat ik niet meer heb laten zien en wat ik nu ook niet ga doen, maar dat hebben jullie, als jullie langer kijken, wel gezien. Met die zones en op kleurwerken. Wat ze dan in Get Organized with the Home Edit doen. Dat pas ik al aardig toe. Want bijvoorbeeld in mijn kledingkast hang ik ook alles op soort en dan op soort op kleur. Dus mouwloze tops van licht naar donker. En dan korte mouwen van licht naar donker. Lange mouwen licht naar donker. Truien licht naar donker en zo door. En dat ook met mijn rokken en dan stoffenbroeken, spijkerbroeken. En dan heb ik nog een korte broekrek. Ik doe het met mijn jassen, ik doe het met mijn jurken. Dus eigenlijk deed ik dat al een gedeelte. Mijn schoenen staan natuurlijk op kleur. Dan heb je eerst de zomer sandalen van licht naar donker. En daarna de dichte pumps licht naar donker. Ik heb het bij mijn laarzen licht naar donker. En mijn korte laarsjes licht naar donker. Dus eigenlijk, en dat is ook waarschijnlijk waarom het me zo aanspreekt, zat dat al in me en deed ik dat al een heel stuk. Dus ik ga wel even denken welk stuk ik morgen ga doen. Morgen heb ik, als het goed is, heel veel tijd. Want ik breng Sarah naar school en dan heb ik tijd tot ik het op moet halen en ze blijft over. Dus ik heb daar gewoon helemaal zin in nu. Het is echt erg. Ik heb gewoon zin om op te gaan ruimen. Alleen het nadeel is altijd dat je
Ik ben nooit van het zomaar weggooien en zo. En ik moet echt heel veel, zoals ze het in het programma zeggen, editing out. Dus heel veel dingen eruit halen. Dus ik moet nog wel even gaan verzinnen hoe ik dat ga doen. Maar dan denk ik ook weer, oh, ik was natuurlijk een half jaar geleden heel goed bezig met mijn fotoalbumproject. En daar heb ik ook echt heel veel van gedaan. Ik ben dan het laatste stukje niet afgemaakt. Dat moet ik eigenlijk ook nog doen. Maar ja, wie weet zitten we binnenkort weer tegen een hele lockdown aan. En dan kan je toch niks. De horeca is nu ook vanaf vanavond dicht. Dus ja, dan hou je nog wel veel tijd over. Dus ik denk dat dat wel de aankomende weken zo gaat zijn dat ik daar heel veel aan ga doen. En we hebben nog wel een paar leuke dingetjes gepland staan. Ook door Sarah's verjaardag met cadeaus. Dingen die je thuis kan doen. Dus ik denk dat het ook leuk is om daar iets meer aandacht aan te besteden in de vlog. Zodat ik misschien wat ideetjes kan overdragen. Wat je kan doen in die periode. Nou begint dat al een klein beetje ook met de vakantie voordat deze vlog online komt. Maar als je het nog ziet, laat je onder even weten. Heb je ideeën of wil je iets zien of iets wat ik net vertel dat je daar je ideeën over hebt. Reageer even hieronder of stuur me even op Instagram een berichtje op pb. Ik reageer niet altijd, maar ik lees wel. Dus als ik het druk heb, heb ik misschien geen tijd om een antwoord te sturen. Maar dat betekent niet dat ik je reactie negeer. Heb ik er wat aan, past het bij ons, kan ik er wat mee, dan neem ik dat natuurlijk hartstikke mee. Dat vinden we heel erg leuk. En sowieso zijn er nog extra video's die ik ook wil gaan opnemen. Alleen mijn probleem is dat ik gewoon nu te veel wil en te veel ideeën. En dat is altijd mijn probleem. En dat moet ik even gaan downsizen. Dus ik denk dat ik gewoon weer even terug ga naar de basic, een lijstje maken. Welke dingen ik wil doen, zowel in huis als projecten voor mijn kanaal. En dan gewoon stapgewijs meer gaan afwerken. Dus ja, jullie kijken, dus jullie input is heel erg welkom daarin. Dus laat het maar gewoon even weten. Helemaal leuk. Yay, ik ben zo blij. Ik heb ze allemaal gedaan. En nu tijd voor mandarijntjes, want ik vind ze zo lekker dit jaar. En ik ga even goed get organized kijken. En ik wil eigenlijk dan een beetje een plan van morgen in mijn hoofd gaan krijgen. Al gaat mijn hoofd nog steeds heen en weer. Dus ik ben helemaal geïnspireerd. En ik heb net allemaal van die vakken besteld voor Sarah, voor de speelgoed, voor op zolder. Duurt nog even voor ze binnenkomen. Want het was heel lastig te vinden. Omdat heel veel van die kasten hebben vakjes. En ik wilde dat echt laders zijn. Dus er zat een wat langere leeftijd op. Maar ik krijg ze. Dus het komt helemaal goed. En ik wilde mijn computer afsluiten na de laatste vlog uploaden. Maar gaat weer updaten. Oh, en dat vind ik echt wel een groot nadeel met Windows. Die bepaalt gewoon van, oh, je wil nu afsluiten, dus dan heb je maar tijd om te gaan updaten. Ik vind dat echt een big fail van Windows. Ik wil bepalen. En als je dan zegt van, joh, het moet binnen een week of binnen een maand, dan kan je er rekening mee houden. Maar ik wil naar mijn bed. Eindelijk is de computer klaar en heb ik hem uitgezet. Ik ging ondertussen wel de kamer verder opruimen. Maar toen was ik klaar en de computer nog niet. En ik wilde zo op tijd naar bed gaan. En nu is het gewoon 10:30. Maar ik haat het om de computer aan te laten staan als ik naar bed ga. Dus ik ga nu wel snel slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet vooral niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei! We'll be right back.